En dit is gewoon tandpasta, toch? Of niet? Ja. Nou, die ken ik niet. Ja, die ken ik niet. Uiteraard hebben we tandpasta alleen. Ik weet niet precies wat dat... Maar wat roept dat bij je op, tandpasta? Ja, iedere morgen tanden poetsen. En dan is het zo dat wij hebben geen warm water. Dus dan, ik heb er niet zoveel last van. Mijn vader bijvoorbeeld, die moet bij het wassen altijd warm water hebben. Nou, dan moet ik warm water ophalen tegenover bij ons in het ketelhuis. Daar is er warm water. Dus dan moet ik warm water ophalen en dan thuis brengen omdat mijn vader dan hij kan wassen. Tandpasta, Prodent, dacht ik. Tandpasta, ja. Prodent, tandpasta. Goh, dat ze dat allemaal kunnen vinden. Ja, Prodent, hier staat PR, Odent. Ja, tandpasta, dan moeten wij helemaal... Pasta, ja, moesten wij helemaal... Ik woonde in barak 81, zo'n langgerekte barak. En waar we moesten tanden poetsen, is helemaal aan het eind van het barak. Moeten wij, dacht ik, 18 kamers of zo, 18 kamers verder, ja, 18 kamers, 9 aan deze kant, 9 aan die kant, 9 kamers aan het eind lopen. En dat is onze wc, daar kun je baden, eten koken kun je daar, goh, wat bijzonder. En trouwens, mijn moeder verkoopt het ook, want we hebben ook een winkeltje in Kamp Schattenberg en dit verkopen ze ook. Aha, dit zal wel een soort van warme salve of zo die ze gebruiken om voor spierpijn en dat ik weet niet wat erop staat en merk, maar... In die tijd hadden de mensen het vaak heel koud en mijn moeder had het heel erg koud. En dan namen ze olie of salf namen ze mee om de spieren een beetje los te krijgen. Ja, dit is geen... Dit is wel tandpasta, maar dat kan ook net zo goed een soort warmhoudende salf zijn die ze gebruikten. Mijn moeder had het altijd koud. Altijd koud. En als ik naar school ging, dan pakte ze me altijd in met kranten. Hier. Bij de voeten, in de schoenen, kranten. En ik zelf had het helemaal niet zo koud. Ik ben daar geboren. Dus dan ging het hoekje om. En dan ging ik al die kranten weer weghalen. Maar het is eerder die kilheid en de kouheid die mijn moeder had ervaren daar. Is dit voor, als ik zo denk ik van, lijm voor fietsband te plakken. Maar ja, ik kan het zien. Maar dat is het eerste wat bij mij opkomt, voor bandenplaksel. Het kan net zo goed de tandpasta zijn. Ja, maar bij mij is het lijm voor banden te plakken. Lekker banden. En daar heb ik dus heel veel gedaan. Want ja, je fietst veel natuurlijk. En de wegen zijn niet altijd even mooi glad. Maar ja, dat doet me wel aan denken. Ja. Ja, tandpasta. Dat had je wel maar niet veel. En toen na de brand in 1958 moesten we verhuizen naar een ander barak. Barak 63 of zo. Hadden we geen tandpasta. Wat gebruik je dan? Wat gebruikten we toen? Fijn gemalen rood baksteen. Fijn gemalen rood baksteen in voedsel en dan over je tanden. Dat is niet goed voor je glazuur, blijkt achteraf, zegt men. Maar ja, op dat moment heb je je tanden schoon, want tandpasta, ja,
is toch bijna niet te betalen voor die tijd. Met een loon, een week salaris zal ik maar zeggen, of wat ze dan krijgen van onze ouders. Ja, dat is soms niet te betalen. Dat zijn gewoon luxe dingen, vind ik hoor.